Wil je wat u als ik vragen mag? Oké, gaan we daar zitten. Die grote stoel, echt voor tantes bedoeld. Je zit hier omdat je bij je tante verblijft, hè? Die zit naast jou. Ja. En de vraag is of dat moet blijven, ja of nee? Als ik wil blijven? Ja. Ja, maar ik wil wel liever naar huis. Liever naar huis? Ja. Ben je nou zelf vertrokken of... Nee, ik ben uit huis gestuurd. Gewoon weggestuurd? Ja. Mijn stiefvader had me uit huis geplaatst. Omdat ja. Ik was vaak niet gehoorzaam. Ik kwam nee. altijd laat thuis en zo. Nou, zou je even aan de tante vragen wat zij van de situatie vindt? Want in feite ben je een soort pleegmoeder geworden, hè, van de chairman. Ja, zoiets. Ja. Ja. Waar ik nu eigenlijk op punt is dat ze dus liefde zoeken op een verkeerde manier. Aha. En het is dus echt met jongens. En waardoor ze dus ook nog steeds het gedrag hebben van liegen en smoesjes. En ja, dat dus eigenlijk. En daar heb ik wel een beetje zorg over. Ja. En dat bespreekt u ook wel met Sherman? Ja, 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 ja. Ze heeft haar moeder wel nodig. De moederliefde, kijk, ik kan haar wel geven, maar ik ben haar moeder niet. En de liefde wat zij dus echt nodig heeft om dus eigenlijk de goede liefde te gaan zoeken. Ja, dat moet toch de moeder doen. Nou. Sherman, ik moet toch iets aan je vragen. Wat ze misschien niet helemaal niet leuk vindt, maar... Wat toch wel een rol speelt op dit moment. Mm-hmm. En dat het erop lijkt dat je moeder je op dit moment niet thuis wil hebben. Mm, ja. Weet jij dat? Ja. Ja. Hoe vind jij dat? Nou, eigenlijk niet leuk. Niet leuk? Nee. Nee. Nou, Sherman en tante, ik moet een beslissing nemen. Ik denk dat dat morgen of overmorgen wordt, dat ik die beslissing op papier zet. Met behulp van de rivier. En dan hoort dit wel. Nou, sterk dan, hè? Oké. Okay. Okay, dank u wel, hoor. Okay. Dag. Ja. Op dit moment is het kind verstoten, zoals dat is het woord dat wel in een stuk voorkomt. Nou, dat is natuurlijk voor een kind van 14 nogal pijnlijk. Dat straalt ze ook wel uit. Wat je natuurlijk wel merkt is dat in sommige gevallen er gezinszorg nodig is. Dat blijkt er ook uit stukken dat het kind met de ondergang wordt bedreigd. Dat is een wettelijk criterium. En dat vervolgens er blijkt er geen gezinszorg te zijn. Omdat er wachtlijstproblematiek is, soms van maanden. Wat nog veel erger is, vind ik overigens, als een kind er zo slecht naartoe is dat het moet worden opgenomen in een inrichting. Omdat het dan ook niet vrijwillig behandeld moet worden, dus gedwongen. En dat er geen plaats is. Zitten soms zelf vast, omdat het niet aanvaardbaar is dat ze buiten rondlopen en de armen vallen van loverboys. Situatie die wel veel ziet. Zoals ze toch worden opgesloten, van hun vrijheid worden beroofd en niet worden behandeld. Maandenlang. Nou, dat vind ik als kinderrecht wel moeilijk om daarmee om te gaan. Dan mogen jullie wel rustig weten. Ik heb besloten in het licht daarvan daarmee op te houden. Nou, het gaat om kinderen. Die beschadigd zijn of beschadigd raken of beschadigd worden. Dat is ook onherstelbaar als er niks gebeurt. Dat zijn de feiten. Nou, de ene kan daar beter tegen dan de ander en ik kan het niet zo goed tegen. Volgende zaak.